Bezoek. Dit is Tom. Hij woont in Berlijn. Dat is een stad in Duitsland. Tom komt uit Antwerpen. Hij werkt nu in Duitsland. Hij moet twee jaar in Duitsland werken. Tom werkt voor een Duits bedrijf. Hij werkt met computers. Hij maakt programma's voor computers. Tom spreekt zeer goed Duits. Hij kan ook veel oefenen met zijn collega's. Dit is Annemie. Annemie is getrouwd met Tom. Annemie komt uit Kortrijk. Ze woont nu samen met haar man in Berlijn. Annemie werkt niet. Zij spreekt nog niet zo goed Duits. En dan is het niet gemakkelijk om werk te vinden. Annemie gaat drie keer per week naar de Duitse les. Er zitten veel leuke mensen in de klas. Ze lachen veel in de les. Maar Duits is een moeilijke taal. Annemie probeert de mensen te begrijpen. In de winkel, op straat. Maar iedereen spreekt zo snel. Tom en Annemie wonen graag in Duitsland. Ze kennen al een paar mensen in Berlijn. En Berlijn is een mooie stad. Duitsland en België lijken goed op elkaar, maar toch zijn er ook andere gewoontes in Duitsland. Het eten is anders in Duitsland. Bijna alle Duitse mensen eten 's middags warm en 's avonds om zeven uur eten ze brood. Tom en Annemie eten 's avonds een warme maaltijd, dat vinden ze lekker en gezellig. Annemie babbelt vaak met Eva. Ze wonen in dezelfde straat. Eva is lerares. Zij geeft Engelse les. Ze helpt Annemie met haar huiswerk. En daarna spreken ze samen Duits. Zo leert Annemie beter Duits spreken. Vandaag belt Eva naar Annemie. Ze vraagt: Komen jullie donderdagavond bij mij? Er komen nog meer mensen uit onze straat op bezoek. Dan kunnen jullie met iedereen uit de straat kennis maken. Ik ga taart maken. Wat leuk, zegt Annemie. Tom en ik komen heel graag. Ze spreken af. Op donderdagavond om zeven uur. Op donderdagavond eten Annemie en Tom thuis macaroni. Niet te veel, want ze moeten bij Eva nog taart eten. Om half zeven lopen ze naar het huis van Eva. Ze nemen voor Eva een doos pralines mee. Belgische pralines natuurlijk. Die vindt Eva zo lekker. Eva doet de deur open. Welkom, zegt ze. Leuk dat jullie er zijn. Annemie geeft de doos pralines aan Eva. De andere mensen uit de straat zijn er ook. Een paar mensen zitten buiten, de anderen zitten al binnen. In het huis van Eva ruikt het lekker. Tom doet de deur van de kamer open en zegt: Wat een mooie tafel! Op de tafel staan grote borden, bij elk bord staan mooie glazen. De andere mensen komen nu ook stilaan binnen. Hoe kan dat nu? Denkt Annemie. Moeten wij hier ook eten? Annemie kijkt naar Tom. Ze zeggen niets over de macaroni, maar ze moeten wel een beetje lachen. De taart is geen taart bij de koffie. Maar uientaart. Ze gaan hier geen koffie drinken, maar nog een warme maaltijd eten. De uientaart is heel lekker. Tom krijgt nog een tweede stuk op zijn bord. Annemie heeft genoeg gegeten, haar buik zit vol. Na het eten drinken ze koffie. Het is erg gezellig. Ze leren de andere buren beter kennen. Het zijn leuke mensen. Om half elf gaan ze weer naar huis. Tom moet morgen werken en hij moet vroeg uit zijn bed. Ze bedanken Eva voor het heerlijke eten. Tom geeft Eva drie zoenen. Eva lacht een beetje. Annemie vraagt: Geven jullie geen zoen aan jullie vrienden? Nee, zegt Eva: Duitse mensen doen dat niet om te bedanken, maar ik vind het wel sympathiek. Annemie en Tom lopen naar huis. Ze moeten hard lachen. Nu hebben we vanavond twee keer gegeten. Heb je buikpijn van het eten? vraagt ze. Nee hoor, zegt Tom, het was erg lekker. En je weet wat ze zeggen over de Belgen: wij eten graag.